grootste voetbaltoernooi ter wereld. Voor kinderen tot 12 jaar. De Nations Cup. 32 landen en één team uit Nederland. Alle Richard Krajicek playgrounds strijden om dat ene ticket. En wij zijn erbij. FC Shepsport. Ik ben gestuurd door Ron. Hij heeft mij gevraagd om voor de Danone Nations Cup een team uit Rotterdam-Zuid bij elkaar te krijgen. Leg al deze vast, dan doe ik die andere. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week een pak slaag gekregen. Dit is de laatste training dat je jezelf kan laten zien. Kenan gaat zo meteen de training overnemen, gaat een aantal oefeningen met jullie doen. We beginnen met een afrondoefening. En de bedoeling is dat we heel veel moeten scoren. Want de afgelopen wedstrijd ging dat niet echt soepel. Oh, ik moet even opletten. Goed. Ik heb net gezegd in het begin van de training dat sommige jongens die zeker waren, ben ik nou niet meer zo zeker over na afgelopen week. Dus ik ga deze week nog goed met Kenan bespreken. Wat de definitieve selectie wordt. Lastige taak, denk ik, Kenan. Er is heel veel concurrentie, dus we hebben heel veel werk aan de winkel. Laten we het even makkelijk maken voor ons. Door de vijf die zeg maar, zeker door waren. Ik kan jullie in ieder geval blij maken. Jullie zeker erbij zitten. Ik schrok al een beetje toen ik hier naartoe moest. Ja, wat dachten jullie? Dat ze nog gewoon niet doorgingen. Nou, ik dacht eerst dat ik er niet zou doorgaan, maar zo te zien ben ik wel door. Ik ben heel erg blij. Ik was geschrokken toen ik hier dacht, want ik dacht dat ik niet was aangenomen. Maar toen ik dat hoorde, was ik wel blij. Dit team is gewoon fantastisch, vind ik. Ik dacht dat een paar van ons niet doorgaan, maar allemaal zijn door, dus ik ben blij. Ja, deze vijf zijn zeker. Qua voetbaltechnische kwaliteiten heeft hij alles in huis. Hij heeft wel heel veel goede dingen laten zien. Hè? Toch, ja, ik zag toch deze erbij. Hij is echt heel erg zenuwachtig. Ja, in principe hoorde hij natuurlijk ook gewoon bij de eerste vijf. Ja, ik neem toch deze weg. Hey. Vanmiddag bij FC Zepsport. Dat is goed. De definitieve selectie wordt bekend. Zo. Wie hoort daarbij? Hey. Bij dit heb je ja of nee. Vreugde en verdriet. Het is tijd om beslissingen te gaan nemen. Ik moet zeggen dat ik het echt heel lastig vind.